Welkom weer bij Pop-up Zomer TV. Vandaag in het oudste stadspark van Nederland, de Plantage in Schiedam. We zitten hier met Ron van den Ende. Ron van den Ende gaat even vertellen wie hij is en wat hij vooral doet. Goedemorgen, Ron. Zo, dat is een knappe. Goedemorgen. Ron van den Ende, geboren en getogen Schiedammer, momenteel 55 jaar. Enthousiast ingegaan op de uitnodiging die ik kreeg van jullie om op deze mooie dag, mooier kan je niet krijgen, om hier even aan te schuiven. Ja. Dus ja, leuk. Nou, we kennen elkaar. We kennen elkaar al heel lang eigenlijk. Ja. Ik kende jou voor het eerst als disjockey. Waar was dat? Disjockey, waar was dat? Poeh, direct diep graven. Toen ik een jaar of 13, 14 was op de Leeuwenfeesten, Oude Kerk of de dansfeesten met Martin Green. Toen ben ik denk wel een beetje gefascineerd geraakt door dat disjockey en al die lampjes en die herrie. Niet, ja, en al die mensen aan het dansen krijgen. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje in dat disjockey gerold. Met toch Martin Green, Martin Groenhorst als grote leermeester. Jarenlang met Martin meegeweest, boksen sjouwen, zaal in, zaal uit, trap op, trap af. Pijn je rug, pijn je handen. En daar dus wel een beetje het vak van afgekeken, zeker geleerd. Dus en daarna zelfstandig doorgegaan, naast mijn gewone werk. Dus met die zoek je. En dat heb ik eigenlijk tot een jaar 5, 6 geleden deed ik dat nog regelmatig. En dan niet meer zo met van die wilde moderne muziek als nu. Maar bruiloftenpartijen, soms een bedrijfspresentatie op verzoek, van alles wat eigenlijk. Martin kennen wij natuurlijk ook. Die heeft verleden jaar bij ons nog op Winterland een avondje voor het goede doel kosteloos heeft hij daar zijn muziek gedraaid. Ja. Kunnen we jou er ook voor gaan vragen? Ja, willen we nu al afspreken? We kunnen het gelijk afspreken. Okay, tijdens Winterland dit jaar. Ik heb vakantie nu, ik heb mijn agenda niet bij me, maar we kunnen het regelen. Ja, nee, leuk, goed. Leuk. Ja. Wat is Schiedam voor jou? Op dit moment of vroeger, Schiedam is toch je geboorteplaats waar je bent opgegroeid, waar je op de lagere school hebt gezeten, in de Gorze, de toenmalige Klaas de Vries school. Ik was eigenlijk geen echte Gorzenees. Misschien is dat wel een klein jeugdtraumaatje was dat in die tijd. Want ik kwam van de Nieuw-Mathenessenstraat, bij het dijkje, bij de Gusto, wat nu, dat is er inmiddels niet meer. En je kwam dan van over de brug en je zat dan bij 8 van de 10 kinderen die kwamen uit de Gorze. Dus je was eigenlijk een soort, wat was hij? Een buitenland in de Gorze, op een afstand van 500 meter. Dus dat blijft me dan wel bijna. Iedere dag over dat brugje moest en dat je vader en je moeder zei, kijk uit met de brug. Want er waren natuurlijk ook, er waren kinderen die, dat waren van die wagenhals en die gingen aan de buitenkant van de reling over de brug. Kijk eens wat ik durf. Nou, ik was nooit zo'n lef kind wat dat betreft, dus ik bleef keurig altijd binnen de lijntjes. Keurig binnen de lijntjes, wat dat betreft ben ik heel saai. Dus, dus dat was mijn lage schooltijd. Hoe ga je daarna verder? Daarna naar de LEAO gegaan. Want, ik hoor het de bovenmeester, meneer Van Hart, nog zeggen tegen mijn vader van de MAVO is veel te hoog gegrepen voor Ronnie. Ronnie is veel te speels. Beetje vervelend af en toe en laten we maar naar de LTS doen. Zo zal het ongeveer gegaan zijn. Waarop mijn vader zei, hij kan nog geen spijker van een hamer onderscheiden, dus LTS dat wordt hem niet. Dan had je een soort tussenvorm en dat werd de LEAO aan het Oude Kerkhof. Dat is die jammer genoeg ook niet meer, maar gelukkig hebben we de foto's nog. De administratieve kant. De kantoorkant. Je had kantoorpraktijk en winkelpraktijk. Achteraf kijk je erop terug en denk je, hoe truttig kan je het maken op school? Maar kantoorpraktijk. Ben je erin doorgegaan? Ik bedoel, als ik kijk naar via LinkedIn, zie ik toch wel wat klinkende namen staan. Onder andere ministerie Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Of Binnenlandse Zaken, sorry. Ja. Ik ben, ik moet erbij zeggen, ik ben nooit eigenlijk student geweest, omdat ik volgens mij niet slim genoeg ben en B, omdat ik leren eigenlijk echt niet leuk vind. Maar ondanks dat ben ik wel naar de MEAO gegaan in Overschie. En daar heb ik uiteindelijk bestuurlijke richting gedaan. Bestuurlijke richting omdat ik toch wel heel veel heb met dienstbaarheid. Mensen ondersteunen te willen zijn, dan komt de overheid heel snel in zicht. Dus ik heb wel echt veel affiniteit met de overheid. En op die MEAO heb ik onder andere 6 weken, 2 maanden stage gelopen bij de toenmalige gemeente Berkel en Roderijs. Dat bestaat natuurlijk nu ook niet meer, hè? Dat is Lansingerland geworden.
Ja, dan was ik gefascineerd door het vak van ambtenaar. Hè? Waar je ook wel een paar weken lang de afdelingen langslopen. En of je nou bij de uitgaven paspoorten zat. Of nou, weet ik het wat. Of je mocht een dagje met de marktmeester. Ik was gefascineerd door het dienstbaar zijn aan mensen. Hè? Hoe mooi dat vak kan zijn van ambtenaar. Is het ook een reden dat je zegt van nou, dan wil ik ook bij een politieke partij. Dan wil ik nog meer daarin gaan doen. Je noemt zelf tientjeslid van de PvdA. Ja, maar dat is allemaal veel later gekomen. Ik had eigenlijk weinig affiniteit met politieke partijen. Daar was ik me helemaal nog niet zo van bewust. Dus het eerste wat me te doen stond naar de MEO. Je was toen nog dienstplichtig militair. Dus ik moest in militaire dienst. Gelukkig had ik een redelijk gematste diensttijd, want ik hoefde maar 3 maanden in Hilversum, in Oude Rading, Hollandse Rading, een korporaal van Uitheusden kazerne. En daarna ja, het paratenonderdeel. Aanvankelijk moest ik naar Duitsland, maar dat werd later omgezet in een verblijf in Rotterdam. Ik werd ondersteunend administratief medewerker bij dienstdoende legerartsen, hè, die soldaten die ziek waren controleren. Ja. Ja, dan had ik toch wel een gematst baantje daar aan de Himraadsingel. Daar zat ik in een kantoorpand, gewoon in mijn militaire kloffie, maar alle dingen op te nemen, alle ziekmeldingen en de routes uit te zetten voor die militaire arts. En lekker thuis slapen. Gelukkig thuis slapen. Ja, ik ben echt, wat dat betreft, als ik heel lang van Schiedam krijg, gek genoeg toch heimwee op een of andere manier. Ja. Zo groot als dat ik ben. Ja, dat durf ik wel toe te geven. Ja, na mijn militaire dienstplicht moest ik solliciteren. En toen had ik eigenlijk 2 mogelijkheden. Het disjockey was toen, ik praat nu over 1980, 1981. Dat disjockey was een soort van semi-professioneel geworden. Want ik had me ingeschreven voor de Nederlandse disjockey kampioenschappen. In 1980 ben ik onder andere gedeeld kampioen van Zuid-Holland geweest met dat disjockey. En uiteindelijk 7e van Nederland. Nou, je won een reis naar Spanje en ik kon een baan krijgen in België bij de Vrije Omroep, zoals dat daar heette. Maar tegelijkertijd moet je ook een beetje vast baanperspectief hebben. En ik kreeg ook de mogelijkheid om bij het toenmalige ministerie van Vrom te werken. Dat zat toen voor een deel in Zoetermeer bij de afdeling individuele huursubsidie. En toen was het vooral mijn vader die zei van, ja, dat is jockey, ja, dat is zoals vast, geen droog brood in die teksten, geen droog brood in te verdienen. Je moet verzekeren, ambtenaar, baan voor het leven en dan ga je toch het een doen en het ander niet laten, zoiets. Dus toen heb ik uiteindelijk een baan, ben ik begonnen als behandelingsambtenaar individuele huursubsidie. Ja, dat was nog niet in de tijd van automatisering zoals op dit moment, maar 100 aanvragen per dag met het handje behandelen van mensen die subsidieaanvragen nodig hadden. Ja, dan moest ik echt productiewerk als ambtenaar, huursubsidieaanvragen behandelen. Dus dat was mijn eerste baantje. Ja. Maar ja, daarna zijn er nog vele baantjes gekomen bij de overheid. Omdat de overheid is zo ontzettend veelzijdig. En ik heb eigenlijk van alles gedaan. En ik zeg nu, en dat hou ik ook mijn twee oude wordende zoons voor. Het is misschien best wel krachtig dat je niet weet wat je later worden wil. Want dan ben je eigenlijk niet zo gevangen in zo'n zo'n ideaalbeeld van ik moet dit, ik moet dat. Ja. Dus ik ben manager geweest van een afdeling met 30 mensen. Ik ben voorzitter geweest van de centrale ondernemingsraad van het ministerie. En daarboven een platform van alle ministeries van het Rijk. Ik ben personeelsadviseur geweest. Uiteindelijk, nadat een paar jaar geleden het ministerie van Vrom opgeheven werd. En een deel is overgegaan naar Binnenlandse Zaken. Ben ik eigenlijk de laatste 5 jaar echt dicht bij mijn passie gekomen. Dus zowel mijn werk als mijn passie, mijn sterke punten denk ik. En dat is het dienstbaar zijn, de wijkaanpak destijds met Ella Vogelaar. Nou, tot op dit moment werk ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij een afdeling die heet Interactie Burgerschap. Wat je ziet, dat is bij Plastek, Ronald Plastek, dat is de minister. Jouw baas? Dat is baas, maar de baas van vele honderden ambtenaren. Ja. Wat je ziet, een paar jaar terug is de nota Doedemocratie verschenen. Daarin staat onder andere dat de maatschappij is aan het veranderen. Burgers nemen sowieso meer initiatieven, krijgen meer kennis, onder andere door internet. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de overheid. Hè. Of het nu gemeente is of rijk. Ja, die overheid zal mee moeten bewegen met de ontwikkelingen. En, is sociale media heel belangrijk daarin? Absoluut. De tijd media, waarin we nu leven? Ja, absoluut. Absoluut. Het maakt de communicatie gewoon in alle opzichten eenvoudiger, helderder, directer. Dus dat merk je heel sterk. Dat doet heel veel met de maatschappij. Dat doet veel met burgers, de toename van kennis. Maar zeker ook met ambtenaren. Die zullen zich echt moeten aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, zie jij dat dat gebeurt?
Zijn er overheidsinstellingen, gemeenten, huizen die daar goed op anticiperen? Nou ja, weet je wat het punt is? Je praat heel vaak, bij overheden heb je het over systemen, over afdelingen, maar het gaat om mensen. Kijk, mensen maken het systeem, mensen maken de overheid, ambtenaren zijn mensen. En het is heel vaak op mensen terug te voeren. Ik kom in het hele land, bij allerlei gemeenten kom ik over de vloer. En ik zie daar hele mooie voorbeelden van groepen mensen, ambtenaren en burgers, die kunnen heel goed met elkaar heen en weer. En die maken mooie dingen voor hun wonen en leefomgeving. Ja. In Schiedam zie ik ook hele mooie dingen, maar ik zie ook dingen hè, met mijn eigen stad en denk van nou, dat kan wel anders, dat kan beter of mooier. Of, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik het zo doen. Dus dat, volgens mij is dat, het is nergens perfect, maar volgens mij is het ook niet, nergens te zeggen van nou, dit kan niet. Dus, maar dat er veel te leren en te verbeteren valt met elkaar, ja, zoveel is wel duidelijk, maar daar is de hele tijd naar. Ja. Is dat ook een reden dat je gaat zoeken zelf? Gewoon hier, wat kan ik zelf doen voor de stad? Kijk, wat ik precies, daar heb je hem. Ik ben Schiedam en eigenlijk verdien ik mijn brood als Rijksambtenaar al 30 jaar buiten Schiedam. En als je fulltime werkt, ja, dan heb je niet zoveel tijd of zin. Je bent gewoon ook moe. S'avonds, dat gaan we wel wezen. Heb je niet zoveel tijd om met allerlei maatschappelijke initiatieven in Schiedam bezig te zijn. Maar de laatste 2-3 jaar ben ik er echt bij betrokken geweest. Omdat ik enerzijds in Nederland zie hoe die verandering plaatsvindt en hoe het mooier kan. En als ik dat dan vergelijk met mijn eigen stad, denk ik, hoe zou het eigenlijk in mijn eigen stad zijn? 3 jaar geleden Bernard Bode ontmoet. Dat is namelijk zo'n mooi dossier wat illustreert hoe het toch wel beter kan. Nou, vorig jaar hebben ze een heel mooi plan laten maken, nog niet eens met gemeentesubsidie voor elkaar gebracht. Van maak daar nou een mooie binnentuin van en sluit dat af en geef dat aan de bewoners, zodat er een veilige situatie ontstaat. Een sociale omgeving voor kinderen die daar kunnen spelen. Maak er een klein moestuintje, een piepklein paviljoentje. En er hoeven geen hele grote wijzigingen plaats te vinden, want je laat dat zwembad, die bak laat je liggen, die kan je daar niet uit de grond halen. Maar stort de rest in. En stort de rest erin en maak wat gaten voor hemelwater afvoer. En nou ja, dus alles loopt glanzend. Nou, gesprekken met de gemeente, prima. Dus we lagen redelijk op koers totdat ineens de gemeente, het systeem, het gaat niet om namen of rugnummers, dan wordt ineens het gesprek gestaakt. Eenzijdig vindt er geen communicatie meer plaats. Dus ja, dan ben ik als professional ambtenaar die ermee bezig is, denk je, hoe kan dat nou? Dus daar werd ik eigenlijk pas voor het eerst met de werking, de interactie, de communicatie tussen de burger en de gemeente, waarin het niet goed gaat, werd ik mee geconfronteerd. En dat fascineert me. Dus het dossier Sportvosdebat, waarom er nu niks meer gebeurt. Niks meer gebeurt, er gebeurt wel wat mee. In de zin van, een maand of wat geleden werd Bernard Bode ineens via de media, ik dacht Waterweg, de AD, en via Rijnmond TV op de hoogte bracht van het feit dat er buitenschoolse opvang in dat pand gevestigd gaat worden. Dus dat kwam ineens uit de lucht vallen. Ja. Dus aan de ene kant de beweging van de bewoners, die willen allemaal een mooie binnentuin. Goed plan aangeleverd bij de gemeente. Eigenlijk een inkoppertje voor de gemeente. Hier en daar wat subsidie. Maar... En dan hoor je niks. En ineens plopt er zoiets op. Nou ja, dat is de stand van zaken tot dit moment. Dus mijn fascinatie is nog steeds van hoe ziet dat dossier nou eigenlijk? Wat gebeurt er in het systeem wat gemeente heet? En of het nou een wethouder is, of een machtige ambtenaar, of misschien wel een raadslid die ervan... Hoe zit dat? Ja. Dus dat scherpt me wel en ik denk van ja... Dat is jouw betrokkenheid dan? Nou ja, dan kom ik wel op mijn scherpste. Ja. Ik denk van nou, het is eigenlijk bloody shame dat dat zo loopt. En daar zou de gemeente, ja, juist de gemeente, in de nieuwe tijd, hè, in de ideale tijd, zou de gemeente daar een perfecte rol van bemiddelaar kunnen spelen. En dat bemiddelaar niet in de zin van, we geven iedereen zijn zin, want zo werkt het niet. Hè. Het kan best zijn dat na afwegingen en argumenten en weet ik het al, gezegd wordt door de gemeente, joh, dat gaat niet, want... Maar dat is communiceren. Dat is communiceren. Dat is dan heel vervelend, maar dat is niet anders. Als er andere belangen zijn, die zwaarwegend zijn, of ik kan ze niet bedenken, ja, maar communiceren, maar daar laat de gemeente een lelijke steek vallen. Ja, dat kan het niet mooier maken. Kom ik toch heel snel op G1000? G1000, ja. G1000 Schiedam, ja. Twittert, komt overal tegen. Wat is dat waarom? G1000 Schiedam. G1000 is eigenlijk iets wat 2 jaar geleden is komen overwaaien uit België. En Antwerpen en Brussel, een paar jaar terug, hadden we heel veel moeite om een regering te formeren. Heeft even geduurd daar? Je heeft even geduurd, 500, 600 dagen, weet ik het. En daar hebben burgers op een gegeven moment gezegd, onder aanvoering van een paar slimme denkers, van kunnen wij het niet beter van onder laten komen, van burgerkracht, kunnen wij het niet beter zelf doen? Want we kiezen politici als het goed gaat en in een systeem en laat ons het zelf doen. Nou, dat heeft daar in Antwerpen en Brussel best tot successen geleid. Dus een beetje overgewaaid, of dat is overgewaaid naar Nederland. Vorig jaar maart is in Amersfoort, stad Amersfoort,
is de eerste G1000 Nederland georganiseerd. Wat is dat? Een zogenaamde G1000 staat ook wel voor burgertop. Je roept 1000 inwoners van de stad roep je bij elkaar door loting uit de basisadministratie. En die ga je met elkaar laten praten. Die mensen kennen elkaar niet. Hè? Dat wordt geloot door een notaris, getrokken door een notaris. En die laat je praten over de agenda van de stad. Wat vinden burgers nou wat van wezenlijk belang is voor de stad? Waar moet iets aan gebeuren? Wat heeft prioriteit? En de vraag daarna is, wat hebben de burgers daar zelf voor over vanuit een actieve rol? Nou, dus hier zie je twee lijnen samenkomen. Ja. Eén, mijn frustratie met de gemeente. Dan denk ik, ja, als ik het voor het zeggen zou, ik voel me machteloos als burger. Hè? Want er wordt ineens niet meer gecommuniceerd vanuit de gemeente. Dan denk ik, nou ja, wat mij betreft, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou het hoog op de agenda kunnen staan van zo'n burgertop. Als het voldoende stem haalt, want misschien ben ik de enige. En twee, mijn werk in het land zie ik dus her en der in steden, grote en kleine steden, zie ik het idee van zo'n burgertop oppoppen. Ik kom zelf vanuit mijn werk in de gemeente Uden in Brabant. Nou, kleinere gemeente dan Schiedam, ik denk 40.000 inwoners. Maar daar zie je dus ook het ontstaan van zo'n G1000 al daar, de G1000 Uden. En daar die burgerkracht is zich als een razende in positieve zin aan het ontwikkelen. Echt bottom-up zoals ze dat noemen, van beneden naar boven die burgers. En daar zijn ze dus ook bezig om nieuwe rollen uit te vinden. Ook de gemeente. De gemeente vraagt zich ook van, ja, hoe kunnen wij die burgers, en de burgemeester voorop hoor, en sommige wethouders, hoe kunnen wij die burgers maximaal ondersteunen in hun initiatieven? En dat is gewoon mooi. Ik zeg, en in Schiedam. Maar staat dat niet ook met de mensen die dat doen, ook vanuit de gemeente? De gemeente moet daar natuurlijk wel voor openstaan. Ja, zijn er al gesprekken geweest in Schiedam met de gemeente? Nee. Hoe werkt dat? Nou, G1000 nu. Ik heb op 3 maanden geleden, Bernard en ik, zoals wij nu met jou zitten, Bernard en ik gezegd, dat is eigenlijk gek eigenlijk. Ik doe in heel Nederland, of in veel steden in Nederland, heb ik met zo'n G1000 te maken. Zouden we dat niet eens in Schiedam kunnen doen? En onder andere dat sportfondsdebat dossier als aanleiding. Hè? Dat gewoon het ongenoegen of het kan wel anders of beter. Als je Bernard een beetje kent, die heeft maar een half woord nodig of hij springt in de actiefstand. Dus in no time had hij een Twitter-account gemaakt. Toen was het idee geboren. En wat je dus ziet is dat we nu hebben een comité, we noemen het even een kernteam. Van 13 mensen die niet direct in een actieve politieke rol in Schiedam zitten, die niet direct actief in de politiek zijn. En zijn ze dat wel, dan is dat natuurlijk niet erg. Ik bedoel, we zijn geen afscheidingsbeweging. Maar die zeggen, ja, we willen eens kijken hoe gaat het nou met een beetje georganiseerde burgerkracht? Wat vinden Schiedammers nou echt? En daar hoef je niet. Van de week zijn we bijvoorbeeld bij Schiedam Zuid in de Leestraat. Daar gebeuren hele mooie dingen. Die mensen weten hoe dat spel gespeeld wordt, wat burgerkracht is in zuivervorm. Dus dat zijn allemaal mensen, kunnen we ook van leren met elkaar. Je moet het met elkaar doen. Maar hoe kunnen we nou met elkaar zo'n G1000 dag, die vindt dan plaats in de Margito. Want zover zijn we inmiddels na 3 maanden. We hebben gezegd, we gaan dat in Schiedam organiseren, de G1000. Volgend jaar, op zaterdag 27 februari, gaat in de Margito, door burgers georganiseerd, 100% door burgers georganiseerd, volgens nog zonder subsidie. We proberen het een beetje, hoe heet het, uit de markt te halen. Kijken of we met onze pet langs de deuren kunnen gaan bij bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen. Die vriesbeestje, dat moet geluk brengen. Dat is mooi, hè? Bij dit. Ik zou bijna zeggen normaal, maar goed. Ja. Dat gaan we organiseren. Dus die datum staat vast, de Margriet al. En we zijn al als een razende bezig. We hebben nu even een paar weken zomerstop. Dadelijk komen we als kernteam bij elkaar. Een planning voor die dag maken. Wie doet wat. En we gaan 1000 burgers, Schiedam, willekeurige burgers, gaan we loten. En die krijgen een uitnodiging om die dag bij te wonen. En dan wordt op die dag, faciliteren we dan met een chic woord, gaan we komen tot een burgerrennen. Wat zijn nou de 10 belangrijkste punten waarvan de Schiedammers vinden dat daar iets aan moet gebeuren? Ik ben 2 maanden geleden in Groningen geweest, zaterdag 6 juni. Ja, er zaten in de oude drukhal van Dagblad van het Noorden, zaten 700-800 man. Die hebben ook zo'n burgeragenda voor Groningen gemaakt. En daar stond van alles op hoor. Van stop met het sluiten van ontmoetingsplaatsen en wijkcentra. Hè. Denk er eens goed over na. Experimenteer met een basisinkomen. En dat soort dingen allemaal. Dus ik kan echt niet bedenken, en ik wil niet bedenken hoe die agenda inhoudelijk eruit gaat zien. Ja, dat moeten de Schiedammers zeggen. Maar wat we wel doen is dat wij voorbereiden. We gaan zorgen voor dat hij er komt. En dan voor de rest is het aan de Schiedammers. En de follow-up daarvan. Hoe gaat dat voor de rest een vervolg krijgen? Ja, dan is eigenlijk mijn vraag. Wat is de status op dit moment dan? Status is voorbereiding. Niks meer. We zijn nu nog een beetje, om die beeldvorming te praten, in de kraamkamer bezig. We zijn bezig met het voorbereiden. Dat is best een heleboel werk. Want je gaat van niets proberen iets te maken. En je probeert te laten voeden dat alle mensen die inspirerend zijn en die weten hoe ze met dat bijltje kunnen hakken. Want dat is
ja, je krijgt ook, ik zou bijna zeggen, typisch Schiedamse meningen van het is niet, het wordt niks. En we hebben het 100 keer geprobeerd. Ik denk, nou ja, ik probeer het voor de eerste keer. En die mensen met mij, die proberen het ook voor de eerste keer. En we geloven erin. En we geloven erin sowieso dat die dag komt. En op het moment dat het zaterdag 27 februari is en je bent op het eind van die dag en we staan er in de Mojito uit te puffen van we hebben die dag gehad. Ja, dan kunnen er twee conclusies zijn. Eén is van het is inderdaad helemaal niks. We hadden 1000 mensen uitgenodigd en er zijn er 30 gekomen. Ja, dan stoppen we en dan heeft het geen zin. Een andere is als er meer dan, meer dan 200-300 mensen die heel bezield bezig zijn en zeggen ja, wij willen wat met die stad, Schiedam, en we willen wat op die onderdelen. Hey, we willen de handen uit de mouwen en dat hoef je niet allemaal alleen te doen, want samen sterk. Ja, dan gaat iets van een beweging ontstaan. En veel verder wil ik op dit moment echt niet gaan. Prima, want dan heb je een agenda, dan heb je een aantal punten. Die mensen zijn het er allemaal mee eens dat het dan anders moet. Ja. Dan moet je toch op een gegeven moment die stap maken en zeggen, nou, dan moet toch die gemeente naar ons gaan luisteren. Nou ja, kijk, weet je, wij zijn geen belangengroep of geen, nou, dat is geen afscheiding. Wij zijn ook, we zijn ook geen politieke partij. Maar op het moment dat je vrij massief 300, 400, 500, 600 Schiedammers zegt, dit zijn de punten in Schiedam. Ja, dan moet je met de gemeente, dan heb je iets om aan de gemeente uit te reizen, je gemeente. Nou ja, dan gaat er een andere dynamiek ontstaan. Ja. Voor de goede orde, wij sluiten gemeente niet uit. Wij zeggen wel, wij willen, we streven ernaar, dat is onze ambitie om zoveel mogelijk 100% een zuiver burgerinitiatief te zijn. Want we willen het gewoon, ja, nou ja, normaal zuiver houden. Kijk, op het moment dat je subsidie krijgt, ja, dan bestaat de neiging, ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, dan zeg van ja, we krijgen betaald door de gemeente, kunnen we wel alles zeggen, mag dat, past dat, kan dat? Ja, daar willen we even los van blijven. Dus we zijn nu elke week, proberen we her en der in Schiedam, hè. We zijn laatst geweest in de Boshoek, 3 weken geleden, in de Erken, we zijn bij de buurtvrouw geweest, we zijn bij jullie op de Hoogstraat geweest, we proberen een andere locatie, verschillende mensen te ontmoeten. Van de week met een paar mensen zijn we in de Lelystraat geweest in Zuid. Nou, helemaal leuk, fijn. En je krijgt er alleen maar energie van. Je krijgt er alleen maar meer energie van. En natuurlijk kom je mensen tegen van het kan niet, past niet. Dan denk je, ja, scheid. Op z'n Schiedam gewoon scheid. We gaan gewoon door. En 27 februari om 5:00, 6:00 middags. Dan zeggen we, dan maken we de balans op en dan zeggen we, we doen het of we doen het niet. Maar ik merk dat er nu veel groeiende energie is bij mensen die zeggen van ja, waar onze schouders stonden, burgerkracht. Dus als scheid aan het systeem. Dat hoor ik laatst. Scheid aan dat systeem. He? Nou ja, hoe Schiedams kan je het zeggen? Dus als ik het goed zeg, Ron, jouw naam gaan nog veel horen in combinatie met G1000. Nou ja, het gaat niet om mij. Kijk, ik ben een beetje, net als Bernard, hebben we de naam, maar het is van allemaal. En dat hoop ik ook. Dus ik wil absoluut niet. Ik zit hier nu door jou gevraagd en het gaat over G1000. Dus ja, dan kan je niet altijd wegduiken. Maar het liefst ben ik zo min mogelijk in beeld. En dat het gewoon gaat lopen. Dat die beweging gaat lopen. Laat het een anonieme beweging. Want ja, na mijn rug dus hebben we niks. Het gaat om de totale beweging. Ja. Het gaat om totaal Schiedam. Het gaat niet om mij. Ik bedoel, dus dat, ik ben geen, nogmaals, het is geen politieke partij met een lijsttrekker of een wethouder. Of, er zijn een aantal mensen. Een kernteam. Nou, sommige ken jij er ook van. En ja, Bernard Bode zit er ook in. Die naam is voor de rest. Ook, zelfs dat is niet interessant. Er moet iets gaan gebeuren. Dat was dat hem. Wens je heel veel succes ermee. Gaat lukken. Leuk je gesproken te hebben. Ja. En het is een heerlijke dag voor we gaan, een terrasje. We gaan echt de zon in, want ik heb vakantie. Okay. Ja? Hey, dankjewel. Dankjewel. Dit was hem weer voor de 3e keer ZomerTV. Vanuit, nogmaals, de Plantage, het oudste stadspark van Nederland in Schiedam. Met Ron van den Ende. Graag tot de volgende keer.